Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. We hebben gisteravond in de Bijbelgroep Buitenpost ook nog heel even gesproken over het idee van aanbidding. Nu is er een artikel van Willem Ouweneel van 1991 opgenomen in de bundel 1 in de naam van Jezus, Bijbelse beginselen waar de broeders voor staan. Dus dat is een boek waarin uitleg wordt gegeven over wat de vergadering van gelovigen voorstelt, wat voor hun van belang is, hoe zij de schrift lezen, hoe zij hun samenkomsten organiseren. Derde hoofdstuk daarvan, het derde artikel is van Willem Ouweneel, met de titel De Eredienst. En daar zitten een aantal gedachten in die de moeite waard zijn om kennis van te nemen, en daarom wilde ik dat artikel voor jullie een beetje doorspreken en samenvatten. Dus hoofdstuk 3 van Willem Ouweneel uit het boek 1 in de naam van Jezus. Eerste paragraaf, wat is eredienst? Ouweneel zegt, het is heel belangrijk om te beseffen dat we in de eredienst iets komen brengen aan God. En wat we komen brengen, dat zijn dus de lofoffers van de lippen, waar Hebreeën over spreekt. Daar kom ik straks nog op terug. Dus het is een unieke eredienst, waar het om aanbidding gaat, namelijk anders dan een bediening van het woord, waarin we God tot ons horen spreken. Anders dan de bidstond, waarin we tot God spreken in verband met onze noden. Maar de eredienst, altijd gepaard gaande met de avondmaalsviering, dat is een dienst waarin het alleen maar gaat om wie God de Vader en om wie Christus is, wat zij gedaan hebben. Het gaat om hun heerlijkheid, het gaat om de grootsheid van hun werk. Avondmaal en eredienst horen dus volledig samen. Ouweneel stelt dat het Gods verlangen is dat de gemeente op die wijze eredienst doet. Dus verschil ook maakt tussen avondmaalsviering en woordbediening. Die kunnen worden gecombineerd, zoals we lezen in Handelingen 20, vers 7. Ze kunnen worden gecombineerd, maar daarbij moet dus de avondmaalsviering niet tekort komen. Hoe kun je dit verder beargumenteren? Dat we zoiets hebben als een aparte aanbiddingsdienst. Dat we dat doen in samenhang met het avondmaal. Dat God dat uiteindelijk ook zoekt en ernaar verlangt. En dat het in zo'n aanbiddingsdienst inderdaad alleen maar gaat om de persoon van de Vader en de Zoon. Nou begint hij met een verwijzing naar het Oude Testament. Het feest van de bevrijding uit Egypte, dat wordt al aangekondigd in Exodus 5, dus voor de uittocht, als tegen Farao wordt gezegd, laat mijn volk gaan om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren. Eredienst is een feest. En Ouweneel stelt, het is het enige christelijke feest dat de schrift kent. Geen kerst, geen oud en nieuw natuurlijk zeker niet, maar ook geen Pasen, geen Pinkster apart. Het feest van de uittocht begint al meteen in Exodus 15, direct nadat Israël door de Schelfzee getrokken is. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, hem prijs ik. Exodus 15 vers 2. Verheerlijken en prijzen. Verheerlijken wil zeggen het karakter van God hardop uitspreken, laten klinken, verspreiden op die manier. Prijzen wil zeggen hem eer betonen door aan te wijzen wat hij als het ware waard is, wat hij gedaan heeft, waaruit zijn voortreffelijkheid in zijn daden bestaat. Verheerlijking zou ik dus, dat zegt niet Ouweneel, maar dat zou ik dus nemen als een verwijzing naar de persoon, naar het karakter, naar het wezen. En prijzen zou ik vooral in verband brengen met de daden, met wat God gewerkt en gedaan heeft. Als we hem verheerlijken als schepper, dan prijzen we hem voor de schepping. Dat lijkt mij een belangrijk onderscheid. En in Exodus 15 vers 2 vind je, dat is het lied van Mozes na de uittocht, na de doortocht door de Schelfzee, vind je die twee kanten ook terug. De verheerlijking van wie God is, weliswaar als redder van Israël, maar toch wie God is, en dan het prijzen voor de daden waarmee hij bevrijd heeft. Ouweneel zegt dan dat de feesten van Israël, van Gods volk op aarde, vier kenmerken hebben die nauw bij elkaar horen. Er is altijd sprake van een heiligdom, dat is het eerste.
Er is altijd sprake van priesterdienst. Er is altijd sprake van offers. En er is altijd sprake van een altaar. Heiligdom, priesterdienst, offers en altaar. Over het heiligdom wordt meteen gesproken in Exodus 15. Dan is dus de uittocht net geweest. Exodus 15, vers 17. U zult hem brengen en hem planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. Dus daar kan Mozes al vooruit verwijzen naar een plaats die er op dat moment nog niet is. Bij de Sinaï aangekomen vinden we in Exodus 19, vers 16, een aanduiding voor het karakter van het volk. 19, vers 6 moet ik zeggen. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk. En vergelijk dat nou eens met 1 Petrus 2 vers 9. Dan zie je dat dat ook voor ons helemaal nog niet zulke rare gedachten zijn. Want uiteindelijk in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ik zeg even tussendoor, nou wijk ik helemaal af van het verhaal van Ouweneel, maar dat zou een leuk huiswerkje voor jullie zijn. Vergelijk dat nou eens met elkaar. Vergelijk nou eens die tekst van Exodus 19 en begin dan te lezen bij vers 5. Dat is het eerste daar. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. En dan in vers 6. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn, etc. Dus eerst in vers 5 de gehoorzaamheid aan de Torah en dan in vers 6 een koninkrijk van priesters. In 1 Petrus 2, vers 9, lijkt dat precies andersom. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, dat is vers 6 van de tekst uit Exodus. En dan, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft als zijn wonderbaar licht. Hoe verkondigen wij die deugden? Door die deugden na te volgen. Dus Gods wet te gehoorzamen waarin zijn wezen is uitgedrukt. Petrus draait dus die verhouding van gehoorzaamheid en priesterschap draait hij om. En hij zegt we zijn priesters, koninklijke priesters. En daaruit volgt dat wij ook Gods deugden, Gods waarden, Gods geboden zullen doen. Vier dingen heeft Ouweneel genoemd. Heiligdom, priesterdienst, offers en altaar. Nou, wij kennen ook een heiligdom. Hebreeën 8 vers 2 bijvoorbeeld spreekt daarover. Hebreeën 8 vers 2. Er is een heiligdom ook voor ons. En nou kan ik Hebreeën toch niet vinden. Hebreeën 8 vers 2. We zijn er bijna. Hebreeën 8 vers 2. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet de mens. Dat slaat op de hoge priester Christus die we hebben. Die dient in het heiligdom in de ware tabernakel. Dus er is ook in christelijke zin een heiligdom in de hemel waar de Heer Jezus hoge priester is. Vers 24 van hoofdstuk 9. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Met andere woorden, er is een heiligdom in de hemel. En daarvan wordt gezegd in Hebreeën 10. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, enzovoort, enzovoort. Het is dus duidelijk dat wij ook een heiligdom hebben, een hemels heiligdom. Dat is één, een heiligdom.
Maar hoe zit dat nou met die priesterdienst? We hebben dat in feite al gelezen in de teksten van de Hebreeënbrief. Christus is de grote hoge priester. En de gelovigen vormen zijn huis, zoals Aaron en zijn huis. Een geestelijk huis zijn wij dan, maar dat is dan een vleeselijk huis, letterlijk de nazaten van Aaron. Citaat Hebreeën 3 vers 6, heel belangrijk. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon, zijn huis zijn wij. Hij als de hoge priester heeft dus een huis, wij zijn priesters in zijn huis, zoals de levieten en de kohanim, de priesters in het Oude Testament, bij het huis van Aaron hoorden. We zijn een geestelijk huis, een heilig priesterdom, een koninklijk priesterdom, volgens 1 Petrus 2. En wij zijn gemaakt tot priesters voor onze God en Vader, zegt ook Johannes in het boek Openbaring. Openbaring 1 vers 6. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Koningen en priesters wil zeggen koninklijke priesters, dat wil zeggen priesters die aan geen enkele macht in deze wereld ondergeschikt zijn. Wij delen ook in de soevereiniteit van de Heer Jezus, wat nog iets anders is dan dat we zijn macht kunnen uitoefenen, zoals ze beweren in allerlei charismatische kringen. Dan komen we bij het volgende onderwerp. En dat is dat we ook te maken hebben met offers. Hè? We hebben dus over heiligdom gesproken, priesterdienst gesproken. Maar er is ook sprake van offers in dat heiligdom. O'Neill schrijft, christenen worden ertoe opgeroepen dat zij door hem, dat is Christus, voortdurend een slachtoffer van lof opofferen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Hebreeën 13 vers 15. Zij zijn priesters om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. 1 Petrus 2 vers 5. We hebben dus een geestelijke eredienst waarin er offers plaatsvinden die met taal, met spreken, met zingen te maken hebben. Vierde element was een altaar. En Hebreeën 13 vers 10 zegt dus, wij hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen, dat zijn dus de onbekeerde Israëlieten, geen recht hebben te eten. Eredienst hebben we dus aan het altaar. Vier elementen. Heiligdom, dat hebben wij in de hemel. Priesterdienst, want we zijn een koninklijk priesterschap. De gemeente als geheel is dat. Offeranden van de lippen. De vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En we hebben een altaar. Dat is de basis dus van onze eredienst. Er is een verband tussen eredienst en avondmaal. 1 Korinthe 10 legt dat verband. Ik lees het citaat voor wat O'Neill hier ook heeft. De drinkbeker der lofzegging waarvoor wij dankzeggen of loven, schrijft hij hier. Is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam. Want wij allen nemen deel aan het ene brood. Kijkt u naar Israël, naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? U kunt niet deelnemen aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. We vieren het avondmaal aan de altaarstafel. De tafel van de Heer is een altaarstafel. Er is een parallel tussen de viering van het avondmaal en de oudtestamentische vredeoffers, schrijft hij. Leviticus 7 vers 15 spreekt over de vredeoffers. Dat waren offers waar ook het gewone volk mocht mee eten. Paulus trekt die vergelijking om duidelijk te maken dat wie van het altaar eet, met dat altaar ook gemeenschap heeft. Een afgodendienaar die offervlees eet, heeft gemeenschap met het afgodenaltaar. De tafel der demonen. Een christen die aan het avondmaal deelneemt, heeft gemeenschap met de tafel des Heren, christelijk altaar. Niet in letterlijke zin natuurlijk. In 1 Korinthe 10 wordt dus die parallel met de oudtestamentische eredienst en het avondmaal nadrukkelijk gemaakt. O'Neill spreekt dan over dat karakter van dat vredeoffer om duidelijk te maken wat dus ook het karakter van de avondmaalsviering is. Het is een meeloffer. Het diende de offeraars tot voedsel.
een eten en u verheugen voor het aangezicht van de Heere uw God. Het is een maaltijd van het vergaderde volk in vreugde en lofprijzing voor Gods aangezicht. Zo bijvoorbeeld bij Hiskia, het paasfeest van Hiskia in 2 Kronieken 30 vers 22. Zij slachten vredeoffers en loofden de Heere, de God van hun vaderen. Hiskia stelde die dienst van priesters en levieten vast. Het vredeoffer had vaak het karakter van een lofoffer. En ook daar zijn diverse teksten voor. Leviticus 7 vers 12 tot en met 15 bijvoorbeeld. Dat lofoffer is het hart van de eredienst. Psalm 107 vers 21. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Dat zij lofoffers offeren en zijn werken met gejubel vertellen. Dat is de kern. Gods volk looft de Heere om wat hij voor zijn volk gedaan heeft. Ook dat is de kern van het avondmaal. We verkondigen de dood van de Heer totdat hij komt. En we getuigen daarmee, we verkondigen daarmee, dat hij de vorst van het leven voor ons in de dood ging. Maar nu de betekenis van die aanbidding. We weten nu, aanbidding heeft te maken met ons priesterschap, gebeurt in een heiligdom, aan de tafel van de Heer. Er worden offers gebracht. Maar wat is nou dat woordje aanbidding? In het Hebreeuws zeggen we dan, histagaweh, dat is voor jezelf in bijzondere zin neerbuigen. Proskuneo in het Grieks is neerbuigen. Je huldigt daarmee iemand, je geeft hem hulde. Je vereert iemand, je toont je respect voor iemand. En als het om God gaat, dan geef je hem aanbidding. Kern van het woord proskuneo, zegt hij in het voorbijgaan, is wel aardig, want daar zit de stam K-U-N in, proskuneo. En in Psalm 2 vers 12 vinden we de tekst, kust de zoon opdat hij niet toorne. De zondares in Lucas 7 vers 38 kust ook de voeten van de Heer en zalft ze met balsem, is een beeld van aanbidding. En ook de daad, zalven van de haren van de Heer, door Maria van Bethanië in Johannes 12, is dus een daad van aanbidding, een aanbiddingsdaad. Daarbij is het niet van belang of we knielen, hoewel proskuneo dus letterlijk knielen betekent, en histagaweh letterlijk knielen betekent, dat is bij ons niet aan de orde. Je buigt je neer ter aarde in het aardse leven, als de Heer Jezus dus lijfelijk aanwezig is, maar het gaat nu hij niet lijfelijk aanwezig is, wel om de innerlijke houding. Dus een houding van eerbiedig buigen voor hem. Plaats van de aanbidding, uiteraard via Johannes 4, is niet per se Jeruzalem, is niet per se Samaria. Het gaat om het aanbidden in geest en in waarheid. De ware aanbidders, zegt Johannes 4, aanbidden de Vader in geest en waarheid. Dat wil zeggen, in overeenstemming met het wezen van God die geest is. God is niet stoffelijk, maar geestelijk. En daarom is er ook geen geografische plaats. Je moet dat niet lezen met een hoofdletter. De Vader aanbidden in geest en waarheid is vanuit en met behulp van onze eigen geest. Het is een geestelijke zaak, deze aanbidding. Een innerlijke zaak ook. Het is een aanbidding in geest en waarheid. En waarheid betekent niet dat de aanbidding rechtzinnig moet zijn, bijbelgetrouw moet zijn. Maar vooral waarheidsgetrouw, waarachtig, in overeenstemming met de goddelijke werkelijkheid die in Christus geopenbaard is. Er mag geen zuurdeesem van valse leer zijn. In Johannes 4 lezen we ook, de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God wil niet alleen maar ons opzoeken om ons te redden van het verderf, om ons te behouden van de toren en het oordeel. God wil ons zoeken zodat wij aanbidders zullen worden. En zoals ik de vorige keer zei, wij worden erop voorbereid om straks deel uit te maken van dat hemelse koor, waar we die lofprijzing op volmaakte wijze aan de Vader en de Zoon zullen aangeven. Er is een interessante zaak in die tekst. Laten we die toch maar even erbij halen, Johannes 4. En dan zien we iets heel bijzonders. Eerst is er sprake van de Vader zoekt dus,
Even kijken. Vers 23. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Dus we zullen aanbidden en de Vader zoekt die aanbidders. Maar dan vers 24. God is geest, met een hoofdletter. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En Ouweneel wijst op die overgang. Die aanbidding is niet vrijblijvend en niet een zaak van onze eigen fantasie of ingevingen. Maar er is ook een duidelijke voorwaarde om God te kunnen aanbidden. Aanbidding moet plaatsvinden in overeenstemming met het wezen van God. De Vader verlangt naar degene die hem aanbidden in geest en waarheid. Maar tegelijkertijd moeten degene die God aanbidden dat inderdaad doen in geest en waarheid. Het betekent niet alleen maar dat we overal kunnen aanbidden. Het betekent niet alleen maar dat God niet aan een aardse plaats gebonden is. Het betekent dat die aanbidding moet plaatsvinden in het domein van God zelf. Dus in dat hemelse domein waar we net van gelezen hebben in de Hebreeënbrief, dat we daar vrijmoedige toegang toe hebben. God is voor ons helemaal toegankelijk voor die aanbidding. En dat gebeurt dus in de eredienst. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Dat is een onderdeel, derde onderdeel van het artikel van Ouweneel met de titel De aanbiddingssamenkomst. Er zitten praktische consequenties aan wat hij net heeft uitgelegd over het karakter van de geestelijke aanbidding. Zonder stoffelijke hulpmiddelen, geen bijzondere gewaden, geen symbolische handelingen. Er zit niets kerkelijks aan een vergaderzaal, er is zelfs geen orgel. Het enige uiterlijke en symbolische, dat is wat Christus gegeven heeft. En dat zijn de tekenen van brood en wijn. Er is natuurlijk hardop bidden. Er is zang. Dat is de vrucht van de lippen. Niet onbelangrijk dus. Hebreeën 13 vers 15. Aanbidding kan ook alleen iets gezamenlijks zijn als we samen hardop bidden en samen zingen. Toch is die ware aanbidding daardoor niet iets uiterlijks geworden. Het is en blijft een zaak van het hart. Het moet uit de overvloed van het hart komen. Colossense 3 vers 16 zegt, terwijl u in genade zingt in uw harten voor God. Daar moet het gefundeerd zijn, daar moet het vandaan komen. Of je nou hardop zingt of niet in deze coronatijd, doet er dan eigenlijk niet toe. Dat is Colossense 3 vers 16. Stille ogenblikken kunnen heel belangrijk zijn. 1 Korinthe 14 vers 28. Als het dan stil is, laat men dan tot zichzelf spreken en tot God. Een innerlijke, stille aanbidding. De praktijk is dat een broeder een dankzegging uitspreekt. Men zegt amen, een ander geeft een lied op, dat zingen we samen. De hele gemeente is daardoor met dezelfde gedachten vervuld, heeft diezelfde woorden tot zich genomen. Dezelfde lof en aanbidding die in het hart is, wordt dan met de mond tot uitdrukking gebracht. Het loflied is tot in eeuwigheid, schrijft Ouweneel, de uitdrukking van de aanbidding die in het hart van Gods volk is. En dan zitten we in Openbaring 5, waar we het gisteren over gesproken hebben. Ten slotte, er blijkt een enorm verschil tussen dankzegging, lofprijzing en aanbidding. In de dankzegging ligt de nadruk op wat wij hebben ontvangen. Het is als het ware de onderste trap van de aanbidding. Zo beginnen we. Ook in de hemel heeft dank zijn plaats. Openbaring 4 vers 9 spreekt over die dank. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dank brachten aan hem die op de troon zit en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer, want hier is God aanwezig, dus ze werpen zich neer, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden enzovoort. Ze brachten dank. Naast heerlijkheid en eer. Maar die volgorde is heel interessant. Eerst de heerlijkheid, dan de eer en dan de dank. Want dankzegging gaat om mij. En het is deze volgorde. Eerst de heerlijkheid, dan gaat het over de persoon. Dan de eer, dan gaat het over het werk. En dan de dank, dan gaat het over wat dat werk voor mij gedaan heeft. In de dankzegging staan wij op de voorgrond. Maar dan is er ook nog de lofprijzing. De eer van Openbaring 4. Vers 9. De verering
wordt belangrijker dan de dank wanneer we gaan denken aan het werk van de Heer Jezus in het algemeen. Als we niet alleen maar denken aan wat het voor ons betekent, maar wat het voor de Vader en voor het hele universum betekent. Maar dat kan ook nog wijken, dus de gedachte aan het werk kan ook nog wijken, en dan is het alleen maar vereering en bewondering voor zijn persoon. En dan spreken we van aanbidding. Dat te mogen ervaren, schrijft Ouweneel, is het hoogste wat ons in de aanbiddingssamenkomst kan overkomen. Aanbidding is dus een zaak van het hart, en het is de derde trap, zeg maar, in de opbouw van een dienst of in de eredienst zoals we die zouden willen uitvoeren. En het is misschien een idee om in Buitenpost eens te kijken of je een dergelijke eredienst langs deze lijnen ook zou kunnen opbouwen. Een avondmaalsviering waarin het begint met dank, overgaat in lofprijzing, maar uiteindelijk ook tot aanbidding komt. Het zou mooi zijn en het zou een overeenstemming zijn, denk ik, met de Bijbelse gedachten over avondmaal en eredienst, zoals die hier door Ouweneel in 1991 toch uitstekend geschetst zijn. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Thank you for listening to Robert Vane's Bible Study Podcast. Come back soon for more Bible studies on Spreaker.com or visit us at koinoniabiblestudy.nl. Please remember to like our podcast. If you have any questions or comments, write to us at raving1956@hotmail.com.